Bij mij aan tafel onderzoeksjournalist Ron Lodewijks en twee leden van voetbalclub ODC. En die werden afgelopen weekend kampioen. Dus die hadden en hebben iets te vieren. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel Henry van S. En jij bent elftalleider van ODC. En daarna zit een spits of de spits? Een spits. Een spits. Aart van Brunschot. Yes. En naast mij Ron Lodewijks. Welkom heren. Hoe zullen we beginnen? Jullie zijn voetballers, gelijk de aanval of defensief? Of? Nou, ja, we zullen rustig aan beginnen met vertellen, denk ik. Oh, rustig aan. Ja, okay. We zijn weer aan het bijkomen. Dus, altijd even de kat uit de boom kijken. Jullie zijn van het weekend kampioen geworden. Ja. En dat betekent? Ja, zeker. Daar hoort er ook bij. Ja, flink feest. Ik heb wel het menige biertje genuttigd. Ja. Dan zijn we maandag nog even na een brunch in de kantine. Prachtig verzorgd, moet ik zeggen, door het kantinepersoneel. En toen zijn we nog naar de markt geweest, hebben we op het bordesje staan. Ja. En op het bordesje nog wel even wat kanonnen afgeschoten. Ja, daar beginnen we gelijk met een filmpje, want daar hebben we een filmpje van. Nou, dat was gezellig hoor. Ja, dat was zeker. Ja, dat was prachtig. Prachtige dag. Toen was er nog voor een paar mensen was het ook nog de dinsdag ook nog wel feest. Want? Ja, nou goed, we hadden best wel allemaal mensen ook gewoon vrijgevraagd op de dinsdag en de woensdag. En degene die nog puff hadden, die zijn de dinsdag ook nog eventjes mee geweest. Ik moet wel zeggen dat het toen al wel wat tammer was. Maar goed, ja. En ook met de platte kaart door boksel of? Nee, dat mag niet meer, hè. Mag platte niet kaart. Meer. Platte kaart mag niet meer, hè, van de gemeente. Oh. Dat is verboden. Dan treedt de politie op. Krijgen we verbalen. Oké. Okay. Maar geen ander voertuig om? Ja, met de fiets gewoon, hè. Ja. Ja. En dan anders mag je niet drinken. Ja. Ga ik naar Ron. Jij bent ook een soort strijder eigenlijk, maar je bent eigenlijk journalist. Ja, ik heb bijna 40 jaar bij Brabants Dagblad gewerkt. Ik ben daar met pensioen gegaan, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ik zet mijn werk door en ik zit nu, ja, ik heb nu een paar projecten en één daarvan is Vion. Ja, we gaan het straks nog uitgebreid over hebben. Ja. Maar ik zei net strijder, een beetje overal tegenaan schoppen of niet? Of de waarheid zoeken? Of? Ja, dat is natuurlijk wel wat het vak van journalistiek, tenminste onderzoeksjournalistiek, is wel kijken naar de waarheid. Ja. En die is weerbarstig, zullen we maar zeggen. Ja, om het maar zo uit te drukken. Ja. En ik heb in mijn loopbaan menig onderzoek gedaan. Soms slaagt het. En soms niet. Ja. En als je het niet rondkrijgt, dan publiceer je niet. Ja. Je bent geboren in Amsterdam? Ja. En jij woont sinds, als ik goed geïnformeerd ben, 1976 in Nederland. In Boksel. Ja, dat klopt. Ja, dus. En dan denk ik, waarom spreekt er nog geen Brabants, jongen? Nee, dat moet je niet. Je moet je afkomst nooit verloochenen. Dus, nee, dat is nou eenmaal zo. Men hoort nog aan mij mijn Amsterdamse accent. Ja. Heb je iets met voetbal? Of? Ja, jawel. Ik heb, hoe voel je je nu? In mijn jeugd heb ik bij Blauw-Wit Amsterdam gespeeld. En, ik was een niet onverdienstelijke spits, moet ik zeggen. Maar toen ben ik de journalistiek ingegaan. Ik ben altijd wel lang blijven voetballen nog, voor mijn plezier, maar dan maak je een keuze voor een vak. Ja. En dat gaat niet helemaal samen met een voetbal. Maar ik doe eigenlijk meer op Amsterdam en voetbal. Wat zeg je? Ik doe meer op Amsterdam en voetbal, om een link te leggen, kampioenschap. Ja, dat moeten we even vergeten. Nou ja, ik zat net naar PSV te kijken, dat is geweldig. Ja. En ik zat gisteravond. Zagen we Ajax strompelen. Dat was eigenlijk verbijsterend. Inmiddels een paar dagen geleden. Dat was wordt wel later uitgezonden. Oh, dat was verbijsterend. Ja. Dat was verbijsterend. Excelsior, ik heb niet gekeken. Ja, ik ben ook thuis altijd lastig, hè? Ziet, ja. Zeggen ze. Nee, dat was verbijsterend. Er zitten nog vier hier. Ja. We zijn ook. Ik dacht, daar zijn twee PSV'ers tegen. Nee, ik ben nou gewoon voor ODC eigenlijk, dit jaar. Ja. Ja, even over Ajax, jongens, potverdorie. Ja, kijk, we moeten ook niet de tijd vergeten dat Ajax triomfen vierde. En nou is het even minder.
Kijk, en dan mogen de PSV'ers even weer een paar jaartjes. En dat is een mondje roeren. Ja, ja, en terecht ook, hè? Ja, dat is ook, sorry, zeker. Ja. Ze hebben het beste voetbal. Goede trainer gekozen. Zeker, zeker. Ja. En Bos zou eerst naar Ajax gaan. Ja, ik weet hoort nog, bij Ajax, ik weet nog dat hij eigenlijk al zelf gesolliciteerd had naar Ajax. Dat is de skill van der Sar. Tot mijn verbijstering kwam hij in één keer bij PSV en zo. En daar heeft hij goed werk gedaan. Dat hebben ze ook heel goed gedaan. Zeker, ja. Dat kan je niet ontkennen. Ja. En bij Ajax is het gewoon misgegaan. Nou ja, goed. En de terecht kampioen. Ze moeten nu orde op zaken stellen. Ja. Ja, een goede staf is wel belangrijk. Ja, een goede staf is belangrijk. Elftal leider. Hoe lang ben je al elftal leider? 29 seizoenen. 29 seizoenen. En wanneer was het laatste kampioenschap? 97, 98. Zo lang was het al geleden, ja. Ja. Want, ja, ik moet zeggen, ik word wel op handen gedragen door de jongens. Ja? Ja. Zal niet meevallen? Nee, nee, maar dat klopt. Maar. Ja. Ja. Maar, ik loop echt met me weg. Want, welke klasse gaan jullie nu naartoe? Nou, naar de derde. Terug naar de derde waar we vorig jaar uit gedegradeerd zijn. Oh. Voor de versterkte degradatie van de KNVB, omdat ze weer die piramide op orde willen krijgen. Van de vijfde zo omhoog naar de eerste klas. Ja. Maar hoe is het om te degraderen dan? Ja, dat was wel even een domper vorig jaar. Nou, des te knapper dat we meteen teruggepromoveerd zijn. Ja. En met een hele jonge groep. Met een paar ouderen erin. Maar het was super knap van die jonge mannen, vind ik. Ja, wees er zo knap aan? Ja, dat ze toch allemaal alle neuzen dezelfde richting in zijn gegaan. En dat is voornamelijk wel in Turkije gebeurd met de trainingskamp. Oh, sorry, dus, trainingskamp toen maar. Ja, trainingskamp in Turkije. Ja, ja, daar hebben we zelf ook een bijdrage aan moeten leveren natuurlijk. Ja, snap ik. Nou, we hebben voor ODC het een en ander moeten doen. En daar hebben we een paar centen voor gekregen. En zo hebben we dat kunnen bekostigen. Ja. Hoeveel man ga je dan naar Turkije? We zijn met bijna 40 man geweest, denk ik. Oh. Zo. Ja, ja. Staf en dan ook heel de selectie. Dus dan heb je ook allemaal jongens van 1 en 2. Dan, en dan ja, heb je wel een prachtig weekend. Ja. 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 Is het dan zo dat je naar elkaar toe groeit of zijn het allemaal fabeltjes of zo? Of team, ja, dat is, teamship? Dat klopt wel, ja. Dat is... Ja, als je dan inderdaad ook gewoon de eerste seizoenshelft kijkt en daarna, zeker bij het eerste, pak je gewoon veel meer punten. En, Nou, het trainingskamp hebben we niet meer verloren, denk ik wel. Voor het trainingskamp ook maar één keer, maar... Ja. Ron. Ja, ik heb wat dingen van jou gelezen en ik denk, jij... Probeert achter de waarheid te komen of nou ja, hoe moet ik het noemen? Nou ja, kijk, dat is wel het streven. Maar kijk, als ik nou praat over mijn recente activiteiten, de Vion, dan gaat het niet zozeer om de waarheid, maar dan gaat het meer om... Dat er bescherming moet worden geboden tegen de negatieve kanten van Vion. En mijn punt is hier, en daarom kom ik voor de bewoners van Stapel op, mijn punt is hier dat onvoldoende gebeurt. En dat dus het economisch belang, het belang van het bedrijf, voorgaat boven het belang van bewoners van het leefmilieu en ook van de natuur, van de Campina en zo. Ja. En, nou ja, goed, en daar proberen we dus om daar verandering in te brengen en om die vergunningen die dus verleend zijn, om die van tafel te krijgen. En dat valt niet mee. Ja, ik denk altijd Vion, ja, is een beetje David tegen Goliath, een beetje machteloosheid of? Nou nee, nou ja, kijk. In die termen praat ik niet, want ik heb in mijn journalistieke carrière natuurlijk altijd tegen de macht, heb ik opgebokst en soms niet altijd met succes. Maar je moet dat ook, ik vind dat ook niet erg, maar je probeert toch het uiterste eruit te halen en dat vergt veel studie, hè? Want ik heb toch... Ik bedoel, er zat daar in de rechtszaal zat daar een batterij advocaten. Daar moet je dan tegen opnemen en zo. Nou ja, en welke ik krijg de energie. Welke rechtszaak bedoel je nu? Nou, ik bedoel nu de rechtszaak die we die voor de bewoners van Stapelen hebben gevoerd. Tegen de vergunning die de gemeente voor de vleesverwerkingsfabriek heeft afgegeven. Ze hebben iets bijgebouwd, heb ik begrepen. Ja, hebben ze eigenlijk al een paar jaar geleden gedaan met gedachten. Nou,
keur is toch wel goed, of niet? Nou, hij is goed gekeurd. Er is vergunning voor verleend. De gemeente heeft een vergunning verleend. En de provincie had ook nog een vergunning moeten verlenen. Maar Fion heeft daar niet op gewacht. Die zijn gewoon naar het bouwen gegaan. En, met de gedachte? Nou, ze maken ons niks. Ja. En ik denk dat ze het nog steeds denken. Maar toch knepen ze hem iets op die rechtszitting. Want ze waren met een hele batterij gekomen. Ook de overheid was volop aanwezig. Je had er ook met een man of vijf daar. En hoe moet ik me dan voorstellen, de overheid? Nou ja, dat is de gemeente is vertegenwoordigd door de omgevingsdienst, zeg maar. Die ambtenaren die dus de vergunningen verlenen. En de provincie, die de natuurvergunning had verleend voor Fion. Dat doet ook de omgevingsdienst. Dus die zaten daar gezamenlijk om, laten we zeggen, toch iets te verdedigen. Nou, het was mij niet helemaal duidelijk wat die omgevingsdienst daar nou deed. Maar Fion was heel duidelijk. Die hebben geprobeerd om een vergunning. Het is buitengewoon ingewikkeld allemaal, maar er is inmiddels een nieuwe vergunning verleend. En die vervangt dan de vergunning waar het nou afgelopen of waar het 2 weken geleden over ging. En ja, dan zit je in een hele rare toestand. Dus ik vroeg meteen aan het begin, ik zeg, hoe kan dit nou? Wat is dit nou? Nou, het was wel duidelijk. Fion wilde dat die vergunning die kort geleden is verleend, dat die meteen ook behandeld zou worden door de Raad van State. En terwijl het bij de rechtbank in Den Bosch ligt en zo. Nou, ja. Daar ging het gevecht over. Het ging dus niet meer over, laten we zeggen, waar het over zou moeten gaan, hè, voor een flink deel. Namelijk, hoe beschermen we de bewoners tegen Fion. Maar het ging gewoon over juridische trivialiteiten. En daar zit je dan. En ik heb wel geprobeerd om toch de zaak voor de bewoners zo scherp mogelijk te krijgen. Nou, ja, het was in ieder geval een goede zitting. Maar of het enig resultaat oplevert, dat durf ik niet te voorspellen. Ja. Ik ben daar niet optimistisch over, laat ik het zo maar zeggen. Nee, oké, omdat mensen misschien niet weten hoeveel varkens er jaarlijks door de Fion gaan, om het maar zo maar te zeggen. 5,6 miljoen. Wisten jullie dat? Ja, ik wist al heel veel. 5,6 miljoen. Ja. En daarmee zijn we toch een van de grootste van West-Europa. West-Europa, ja. Een van de grootste varkensslachterijen van West-Europa. En dat zit hier in Boksel. En het bedrijf met die hal die erbij gebouwd is, het bedrijf wordt steeds groter. En dan zegt de gemeente, ja, we moeten die vergunning wel verlenen, want we krijgen het bedrijf niet meer weg uit Boksel. Het moet eigenlijk, het hoort hier niet thuis. Hè? Dat is... Het hoort hier niet thuis, maar ze krijgen het niet weg. Nee, niemand, kijk, verplaatsen heet dat dan. Hè? Ja. Want we moeten eigenlijk die vergunning niet verlenen, hè? Want het mag eigenlijk niet. Maar we verlenen hem toch, omdat we het bedrijf niet meer kunnen verplaatsen. Nou ja, als je het bedrijf steeds groter laat worden. Maar waarom kan je het bedrijf, omdat het te groot is of zo? Of? Ja, het is te groot, dat kost te veel geld, zeggen ze. He? Maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat ze zouden naar bijvoorbeeld een bedrijventerrein in Den Bosch moeten of in Os. Nou, even in Waalwijk, daar heb je grote bedrijventerreinen. Maar je denkt toch zeker niet dat die gemeente daar zit te wachten op een slachterij met de impact van Fion. Dus maar waar heeft de gemeente Boksel dan aan Fion eigenlijk? Niks. Maar waar... Nou ja, nee, ja, in feite levert het niets op. Kijk, men zegt dan werkgelegenheid. Nou ja, ik zeg dan hoeveel, als we kijken hoeveel arbeidsmigranten daar werken. Ja. En die, bij die hal die nou weer is bijgebouwd, daar werken zo'n beetje 600 arbeidsmigranten. Die mensen worden niet fatsoenlijk gehuisvest. De gemeente verleent toch die vergunning. En nou zitten ze met problemen, want ze moeten die mensen gaan huisvesten. En nou op Frilikhoven. Hè? Problemen, En nu in rechtszaak van de bewoners en zo. Dus ze lopen volledig vast met het bedrijf. Ja. Hè? En ik bedoel, je kunt niet zeggen dat... ik heb ook wel met de gemeente te doen voor een deel. Want zie maar eerst... Nee, maar kijk, als je tegen zo'n machtig bedrijf wil opnemen, dan moet je wel bestuurlijk stevig in je schoenen staan. Ja, maar, dan moet je wethouders hebben. Maar heb ik het gevoel dat de gemeente het tegen Fion op wil nemen? Nee, dat gevoel heb ik ook niet. Nee. Nee, ze hebben het namelijk jarenlang laten versloffen. Ja, er zijn er wel de SP en GroenLinks die wel. Nou ja, in de gemeenteraad. Maar het gaat er natuurlijk om het bestuur, de wethouders en de burgemeester. Die moeten zeg maar hun rug recht houden. En dan krijg je natuurlijk druk van zo'n bedrijf, hè, als ze dat zouden doen, druk van het bedrijf om toch mee te werken en zo. Hè. En, ze hebben op zich
Laatst hebben ze wel iets goeds gedaan, maar ja, er wordt dan hoog opgegeven dat ze geluidsmaatregelen hebben genomen. De bedrijf zei nog dat ze er veel geld in hebben gestoken. Maar dat was, want dat was namelijk een situatie dat ze niet overeenkomstig de vergunning hebben gehandeld. En dat is jaren zo doorgegaan. Niemand heeft er ooit naar gekeken. Die mensen op stapel werden gek van het geluid. En nou hebben ze het dan in orde gemaakt en dan zeggen ze, nou kijk eens wat goed, hoe goed wij dat gedaan hebben. Dan zeg ik, nee mensen, jullie hebben jarenlang in strijd met de vergunning gehandeld. Nou hebben jullie het in orde gemaakt, maar die mensen hebben nog steeds last. Hè? Dus ze hebben toch iets niet goed gedaan. Ja. Ja? En nou ja, en daar gaat het dan over. Dan zou het over moeten gaan, ook in zo'n rechtszaak. Maar ja, dat is heel moeilijk om dat voor het voetlicht te brengen. Want ja, dan zeggen ze, ja, maar we voldoen aan de regels, hè, wordt er dan gezegd. Ja, daarom zei ik straks, is het niet een beetje machteloosheid van, ja, we kunnen het uiteindelijk toch niet weten tegen die batterij wat jij zegt aan advocaten. Nee, dat is lastig, maar ik krijg er toch energie van. Ja? Ja, want het is natuurlijk zo, het houdt hier niet mee op. Hè. Als het bedrijf, en ik voorspel dat, dat het bedrijf of weer voor meer overlast gaat zorgen en zo. En dan komt er toch weer een tegenbeweging op gang. En uiteindelijk denk ik dat die slachterij over 20 jaar of weg zal zijn of aanzienlijk zal zijn ingekrompen. Omdat namelijk de intensieve veehouderij in Brabant, die enorme hoeveelheid de varkens die hier zijn, dat krimpt in. Alom zijn de berichten dat is niet houdbaar voor het milieu. En als er minder varkensboeren komen, dan komen er minder varkens in de slachterij. En op den duur zal het afnemen. Ron, ik heb begrepen in Duitsland dat er een aantal fabrieken van Vion zijn gesloten. Ja, zeker. En ze zijn voor een groot deel weg uit Duitsland inmiddels. En mijn voorspelling is dat ook hier Vion op termijn zal inkrimpen. Omdat er gewoon minder vee is. Er zijn minder varkens komen er. Dat is over de veehouderij is over zijn hoogtepunt heen. En, dus dit aantal varkens loopt terug. Alleen dat gaat niet hard. Dus het duurt enige tijd voordat dat zover is. En, zeg ik 28 jaar zeg ik dan. Heb jij iets te vieren? jouw kampioenschap. Dat zou ongeveer wel een vergelijking zijn met de ODC. Ja, dat klopt. Dat zou best eens kunnen. Ja. Ja. Maar dan is het wel zo dat het loopt dan op een gegeven moment terug. En als die slachterij werkt nou 6 dagen per week is die actief, 24 uur per dag. Als die straks voor 4 dagen of voor 3 dagen nog werkt, dan hebben de mensen die eromheen wonen, hebben er nog maar de helft van de week er last van. Dus op zich is er wel enig perspectief, maar op dit moment nog niet. Nee, precies. Jongen van ODC, hebben we iets met Vion of... Nou, ik niet in ieder geval. Ik heb al een zwaar gehad die er gewerkt heeft, maar... Ik heb zelf ook in het laboratorium een tijdje gewerkt als student. Tijdens mijn studie heb ik daar wat... En wat doe je? Wat deed je? Qua studie? Ja. Ik werk in de zorg, sociaal-pedagogische hulpverlener. Maar goed, daarnaast kon ik ook als bijbaantje kon ik in het laboratorium werken. We deden daar onderzoek naar een triginelarf. Dat had eigenlijk verder ook niet zoveel met de Vion. Dat had verder ook niet zoveel met de slachterij zelf te maken. Maar dus ik ben er wel ook al wat dagen geweest. Ja. 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 Nou, krijg je dat bepaald gevoel bij als je daar werkt of merk je niks van? Jawel. Eigenlijk is het wel. Het gaat eigenlijk nergens over. Als je ziet die 20.000 varkens die daar op een dag langskomen, je zit daar dan 8 uur lang. Je ziet er dan 10.000 voorbij komen. Ja, daar gaat eigenlijk ook helemaal nergens over. Maar goed, ongelooflijk eigenlijk. Hè? Eigenlijk ongelooflijk, ja. Daarom ook, ik wist dat het een van de grootste slachterijen was van West-Europa. Europa. Ja. Eigenlijk zo massaal is wel. Goed dat mensen zich daar ook hard voor maken dat toch? Het wat minder is. Ja. ODC, ik heb even gegoogeld op geschiedenis, maar kon eigenlijk weinig vinden. Ik heb alleen gezien, dateert van 8 mei 1925. Dan denk ik, hey, feest binnenkort. Ja, dat klopt. Volgend jaar. Volgend jaar is 100 jaar bestaan van ODC.
De ODC is opgericht als Hollandia in 1925. En dat is in 1931 samengevoegd met LNS. En de Bottermannekes van de boterfabriek De Hoop. Ja. En daar speelde mijn vader vroeger. Oh. 15-jarige leeftijd. En die is samengevoegd alles. En dat is in 31 mei is dat ODC geworden. En wat betekent ODC eigenlijk? Overwinning door combinatie. Kijk. En dat is zo gegroeid verder tot aan... in de oorlog was het trouwens overwinning door Churchill. Want toen mocht het niet de ODC, dan mochten ze ook niet de tricolores kleuren dragen. Oh. Vanwege de Duitse Weermacht was dat. Ik snap het niet. Ja, de Duitsers die waren toen hier aan bewind en toen mochten rood-wit-blauw mocht niet. Hè? Oh ja, natuurlijk. Ja. Dus de tricolore, dus de drie kleuren, dat was verboden. Welke kleuren waren toen? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik niet terug kunnen vinden. Oh, ja, dat valt een beetje tegen, Boeddha. Ja. Nou, wie het weet mag, mag reageren. En zijn er nog activiteiten? Ja, retorische vragen noemen ze dat. Wat gaan jullie doen met de 100 jaar bestaan? Ja, we zijn, het is een hele commissie. We zijn nu bezig met een boek over 100 jaar ODC. Met Mark Leutjes van Brabants Dagblad en Linda van de Wiel. En Mark van der Steen, we zitten in een commissie. En oude verhalen ophalen en zo. En er is nog een commissie die dus de festiviteiten gaat doen. We hebben nu binnenkort ergens in juni een veiling. 13 juni. Een veiling over allerlei activiteiten bij ODC. En zelfs kaartjes voor Nederland-Frankrijk schijnbaar. Oh. Dus dat zijn wel leuke dingen. En ik heb gelezen dat jullie met een boek bezig zijn. Ja. En volgens mij zoeken jullie nog foto's en oude... Zeker. Nou, ik zou zeggen, pak een van die camera's en doe een oproep. Ja, bij deze. Ook op de site staat bij ODC dat we nog steeds op zoek zijn naar leuke oude foto's. Zeker uit de oude doos. Voor het 100 jaar bestaan van ODC. We zijn met een boekwerk bezig en het is leuk om oude gadgets en foto's en zo terug te vinden. Ja. Maar dan moeten jullie eigenlijk volgend jaar ook weer kampioen worden, of niet? Dat zou heel mooi zijn, ja. Ja, ja. Komt goed. Komt goed. Dat gaan we proberen in ieder geval. Ja, we gaan er het best voor doen. Dat lijkt me toch een mooie streven. Ja, zeker. Dit kampioenschap ook een bladzijde? Of, Ja, zeker. Oh, kijk. Hoe zeg je? Dat dit kampioenschap van afgelopen zondag ook een bladzijde krijgt. Maar, in dat boek 100 jaar, ja. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja, want het was eigenlijk, jullie zijn afgelopen weekend kampioen geworden. En het was eigenlijk nog een beetje onzeker allemaal. Ja, het was, ik had een live verbinding met iemand die op het veld was met Peter Verhoeven. Die is de zoon, die keeper bij DVG. En DVG want was er aan de hand, jullie moesten iemand anders moesten winnen? Wij moesten winnen en DVG moest verliezen. Dan waren we kampioen en dan stonden we 7 punten voor. En het was, na de wedstrijd hadden ze dus... De scheidsrechter verkeerde uitslag ingevuld. De scheidsrechter? Die had de verkeerde uitslag ingevuld en die verstuurt daar via voetbal.nl. En dan komt daar overal op de site staan dat het 1-1 is. En daar had hij dus ingevuld. En die dus kan, geen kampioen? Die man die kan er dan zelf niet meer in. Die moet dan de KNVB een mail sturen. En dan de volgende dag kunnen ze dat pas weer veranderen. Dus ja, of het bewust is geweest, dat weet ik dus niet. Maar het was wel frappant dat, dat er 1-1 stond. Maar jij had een rechtstreeks lijntje? Ik had een rechtstreeks lijn met Peter Verhoeven, die was daar op het veld. En het duurde zeker nog een kwartier, denk ik. Ja. Tot de ontlading kwam dat we kampioen waren. En daar gaan we even naar kijken. Ja. Nou, daar komt de ontlading. Ja, dan zie je de. Maar heb jij. Jij zei van mensen, hé. Hey, ja, we stonden met z'n allen op het veld in een kring. En iedereen stond even te praten en te doen en iedereen riep tegen mij van, is het al bekend, is het al bekend? Nee, nog niet, het is nog steeds bezig. En dan hoor ik weer aan de andere kant, ja, het is 8 minuten blessuretijd. Oh, dat duurt nog even, dus 3 minuten blessuretijd nog. Dus denk nog 1 minuut, denk ik, zei hij. Maar dit duurde nog zeker wel 5 minuten. En op een gegeven moment zei hij, ja, hij steekt nou zijn vinger omhoog, die scheids, het is nou echt de laatste minuut. En toen gebeurde er nog bijna, de 2-2 viel nog bijna. Oh. Maar ja, dat gebeurde gelukkig niet. En in één keer was het, hij fluit nou af. Dus ik zeg, ja, het is klaar. En toen, Aard? Ja, inderdaad. Er staan al een hoop mensen op dat veld. En een hoop drukte. En eigenlijk al een hoop blije gezichten. Dat het eigenlijk al niet meer mis kan gaan. Al was het dan niet afgelopen zondag geweest, was het dan dus ook wel 12 mei geweest. Ja. Maar goed, als het dan het moment daar is dat...
ja, dat onze vriend roept dat het dat zover is, ja, dan ja, iedereen, we hebben dan een hek waar een hoop mensen, supporters, achter zitten. Dus eigenlijk aan de grens, aan de kantine. Ja, daar rennen we met z'n allen toe, zag je ook op het filmpje. En dan ja, is daar die ontlading ontzettend. Dan is het feest. En dan is het feest, ja. Is er nog, ja, gelukkig konden we nog best wel wat dingen regelen, hè, voor in de kantine. Want ja, we waren ook helemaal niet zeker van. Ja. Er was nog een schaal en medailles. En we hebben shirtjes hadden we gekregen. Ja. Ja, dus het was toch allemaal nog hartstikke goed geregeld, ondanks dat het ja, de kans eigenlijk niet zo groot was. Ja. Ja, er was zelfs iemand van de KNVB aanwezig. Oh. Die kwam medailles uitreiken. Okay. Want die zei voor de wedstrijd, jullie worden vandaag kampioen. Oh. Ja. Dat was wel heel frappant. Ja, ja, ja. Ron, ja, wij zitten hier in een gebouw eigenlijk vlak bij de Vion. Ja. Als de wind verkeerd staat, ja. Ja, gruwelijk stank. Ja. En dan denk ik, ja, die mensen die hier wonen. Ja. Wat kunnen die doen? Kunnen die klagen? Of? Nou, dat doen ze bij tijd en wijl. Alleen zeg maar, de praktijk leert. Mensen zijn een beetje moe. Moe van het klagen en zo. Want ja, dan bel je. Je moet dan de milieuklachtenlijn bellen. En dan. De ervaringen zijn toch zodanig dat dan bel je en dan gebeurt er niks. Maar heeft toch wel zin, de milieuklachtenlijn? Ja, ik zou zeggen, mensen, als jullie klachten hebben, bel naar de milieuklachtenlijn. Ja. Die komt hier naar onder in telefoonnummer. Dat moet je altijd doen, toch? Altijd doen. Want ja. Hoe meer klachten er binnenkomen, die worden geregistreerd. Dan kun je ook een overzicht kun je daarvan opvragen en zo. En het is altijd belangrijk om dat te doen. Want op een gegeven moment kun je toch weer proberen, als het echt uit de hand loopt, om toch weer controles te gaan eisen. Ja. En, dus je moet het blijven doen. Belangrijk om het blijven melden. Belangrijk om het te blijven doen. Ja. En bij de overheid, zodat het geregistreerd is en men niet kan zeggen van ja, we hebben het niet geweten, of, nee. Er is niks aan de hand. Duidelijk. Belangrijk. Ja. We zijn bijna aan het einde, of we zijn eigenlijk aan het einde. Ik wil even zeggen, er hadden nog wat meer voetballers gekomen, maar die kwamen niet, omdat ze op de bank moesten zitten. Ja, ja. Die zitten normaal ook niet op de bank? Nee, die spelen normaal. Ja. Ik vind dat ze op de bank moeten komen in de wedstrijd. We zijn toch wel kampioen, zeg dan maar. Ja. He, even op het bankje zetten. Ja, dat wil ik zeggen. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Hartelijk bedanken voor dat jullie hier waren. Interessant. Ja. En volgend jaar kampioen. En ja, misschien krijg ik wel een uitnodiging voor het feest. Dan zeker. We gaan lekker het 100 jaar bestaan vieren. Ook dat. Ik dank iedereen voor het kijken en ik zeg tot de volgende uitzending van Dommeland Live.